Hallo allemaal en welkom in dit lesfilmpje waarin ik jullie meer uitleg wil geven over oppervlaktebepaling met behulp van integralen. Nu, een integraal is een oppervlakte berekenen. Een oppervlakte tussen de grafiek van een functie, de x-as en twee gegeven grenzen. Een onder- en een bovengrens. Bijvoorbeeld de functie min 1 tweede x plus 2. Uh, en je zou dan de oppervlakte kunnen bepalen die gelegen is tussen de grafiek van f van x, de x-as en de rechten a met als vergelijking x is min 3 en b met als vergelijking x is 2. Dus eigenlijk een ondergrens van min 3 en een bovengrens van 2. Als eerste stap. In het hele proces, wanneer je dat grafisch wil voorstellen, is natuurlijk het tekenen van de grafiek. In de cursus is er plaats voorzien om dat te doen, dus ik zou zeggen: pauzeer even dit filmpje en teken eerst de grafiek van min -1, tweede x plus 2, en ga daarna verder met het filmpje. Deze grafiek zou er normaal gezien zo moeten uitzien als je die goed getekend hebt. De volgende stap is het tekenen van de onder- en bovengrenzen. Dus ook dat kan je nu even doen uh, terwijl je misschien dit filmpje even pauzeert. De ondergrens was -3, de bovengrens. 2. Dus eigenlijk teken je gewoon twee verticale lijnen. Eentje bij min 3 en eentje bij 2. Voor het verdere verloop van deze oefening heb ik alle punten even een naam gegeven. Ik heb de snijpunten A, B, C en D genoemd. Dus eigenlijk heb ik nu een vierhoek gekregen. Ik heb de vierhoek gekregen, ABCD, die als bovenste zijde de grafiek zelf heeft. Als twee zijden langs de zijkant de rechtopstaande lijnen, dus de rechten A en B. En als onderzijde de x-as. Dus het is de bedoeling dat we eigenlijk van die vierhoek de oppervlakte gaan bepalen. Nu, voor deze oefening zijn er eigenlijk twee manieren. Ofwel doe je dat op basis van driehoeken, want je hebt een grotere driehoek A. Noem dit dan bijvoorbeeld punt E. En dan heb je dus driehoek AED, Basis, maal hoogte, gedeeld door 2. En je hebt een kleinere driehoek. B, E, C. En ook daar basis, maal hoogte, gedeeld door 2. Als je die twee van elkaar aftrekt, dan hou je de oppervlakte van de vierhoek over. Een alternatief is dat je het doet met, een, met de formule voor een trapezium: kleine basis plus grote basis. Maal de hoogte gedeeld door 2. Opgelet: de kleine en de grote basis zijn de zijden die evenwijdig lopen. Dus AD en BC. De hoogte is dan CD. Reken het gerust even zelf uit. Er zou plaats moeten zijn rechts naast de tekening in de cursus om het aan te werken. En als je klaar bent, dan kijk je dit filmpje gerust verder. Heb je het opgelost met driehoeken, dan heb je de grote driehoek AED met een basis van 7, een hoogte van 3,5. Dus hebben we een oppervlakte van 12,25 voor het driehoek AED. Voor driehoek BEC, de kleine driehoek, hebben we een basis van 2, een hoogte van 1 en dus een oppervlakte van 1. Trekken we die twee van elkaar af, dan krijgen we 11,25. Heb je het opgelost met een trapezium? En zoals gezegd, dan zou je hem best eigenlijk op zijn kant moeten zetten. Grote basis, kleine basis, hoogte. Dus, de kleine basis is 1, de grote basis is 3,5, de hoogte is 5. 4,5 x 5 is 22,5, gedeeld door 2 is ook 11,25. Dus op beide manieren kan je dit oplossen. Natuurlijk, dat is allemaal heel tof als je functie effectief een functie is uh, wat een rechte is. Want dan zou je met vlakke figuren mogelijk wel iets kunnen berekenen. Het is misschien een probleem bij eender welke andere functie. Want dan uh, heb je krommen in plaats van rechten. We gaan zo meteen even zien hoe dat in zijn werk gaat op die manier. In elk geval, we hebben nu alvast een oppervlakte bepaalt. De oppervlakte noemen we nu een integraal. En we gaan daar een notatie voor introduceren met een afgeplatte s. De afgeplatte s is ook wel het integraalteken. Een afgeplatte s met rechts onderaan de ondergrens, rechts bovenaan de bovengrens. Dus we zeggen dan, de bepaalde integraal van min 1 tweede x plus 2 de functie die erbij hoort, met een ondergrens van min 3 en een bovengrens van 2 is 11,25. Je merkt ook in die notatie dat daar zo die dx staat. Dat is een vast onderdeel van integralen. Waar dat precies op slaat, komt later in dit filmpje nog aan bod. Die min 1 tweede x plus 2, dus de te integreren functie, noemen we de integrant. Te dx die daar staat, dat is de differentiaal van x. Een ander voorbeeldje. Je hebt een tank met water erin en daar zit van onder een gat in. En dat water loopt weg aan een debiet van 35 liter per minuut. Dan zou deze grafiek een voorstelling zijn van dat debiet. Dus hier heb je hebt de constante lijn van 35 liter. Dus elke minuut 35 liter weg. Als je dan zou vragen hoeveel uh, is er na 10 minuten uh, weggelekt, weggelopen, dan volstaat het eigenlijk om de basis maal de hoogte te doen. Dus 10 maal 35 zijn de 350 liter. Dat is heel mooi als het een rechthoek is en dit een rechte lijn is. Maar normaal gezien, dat zou je uit de fysica toch min of meer moeten begrijpen. Wanneer je een vat hebt en je uh, maakt een gat daarin van onder, in het begin gaat dat veel sneller weglopen dan op het einde. Omdat de druk van dat water ervoor zorgt, die neemt af naarmate dat het uh, vat leegloopt. En dus zal het debiet ook minder worden. En zo zou je dat bijvoorbeeld met die krommellijn ja, uh, kunnen aanduiden. Dat is het debiet... Na verloop van tijd. Je merkt ja, het is al moeilijker om dat met een driehoek of een rechthoek te bepalen, ja, omdat je met die kromming hier zit. Wat je zou kunnen doen, is dat onderverdelen in rechthoekjes. Hier bijvoorbeeld rechthoekjes met een breedte van 4. Niet 4 centimeter, in dit geval is dat misschien 4 centimeter, maar gewoon 4. We spreken nu over functies, dan hebben we geen eenheden. Dus een breedte van 4. En. Dat is een goede benadering. Waarom is dat een goede benadering? Wel, stel nu dat we dit stukje wegsnijden, we knippen dat weg en we plakken dat hier aan, dan hebben we ongeveer dat stukje dat daar zo ontbreekt. Dus ongeveer klopt dat. Hier net hetzelfde, dit stukje, als we dat zouden wegknippen en daar plakken, dan hebben we ook weer ongeveer de onderkant van die functie. Het blijft weliswaar bij een ongeveer. We kunnen dat nauwkeuriger maken door meer rechthoekjes te nemen, want dan wordt dat verschil per rechthoekje. Veel kleiner. Als we dit doen en we knippen dat weg en we plakken dat daar, dan komt dat er weer wat dichterbij in de buurt. En zo zouden we onze rechthoekjes eigenlijk altijd maar kleiner en kleiner en kleiner en kleiner en kleiner kunnen maken, tot we eigenlijk een breedte hebben die ja, zo goed als 0 is. Dus we gaan de breedte van ons rechthoekje laten naderen tot 0. Laten naderen tot, je hoort het al komen, dat is eigenlijk een limiet nemen. Dus Rechthoekje wordt eigenlijk zo dun mogelijk, tot we eigenlijk allemaal oneindig kleine rechthoekjes naast elkaar hebben, waarbij elk rechthoekje de hoogte heeft van de functiewaarde die er is. En zo hebben we dus een exacte representatie van de oppervlakte onder die grafiek. Dat principe heet de Riemann-integratie. Uh, Bernard Riemann is degene die dat ooit eerst geformuleerd heeft. Um, en in principe, om de hoogte van een rechthoekje, te be om de, de oppervlakte van één klein rechthoekje te bepalen, wat doe je? Je doet basis maal hoogte. De hoogte is de functiewaarde. De breedte van zo'n rechthoekje, dat is in dit geval delta x. Maar we gaan dat dx schrijven. En Vandaar de differentiaal van x. Die dx kan je beschouwen als de breedte van zo'n rechthoekje. Dit is de hoogte. En dit, die integraalteken, is eigenlijk neem de som van alle oneindig kleine rechthoekjes met een breedte van dx en een hoogte van min 1/2 x plus 2 voor x-waarde van min -3 tot aan 2. Vandaar komt die notatie van een integraal.